volgens mij heb ik gewoon meteen gezegd, nou kom maar op, I'm ready. Ik bedoel, het was gewoon een logische volgende stap. Ah ja, 1-2-1-2. Down and out with my dumb friend. Forth a new form of hybrid life created out of used materials. A diversity of scrap monsters take over. DEFCON 1, a whole new taste. By men, they are chased. Wat mij het meest opviel toen aan die track was de lead sound en de melodie. Nog steeds doet iedereen die melodie mee. Dus hij was altijd wel een koning in het maken van catchy melodietjes. DEFCON 1. Uit mijn hoofd het tweede anthem wat ik maakte voor Q-Dance event. Ja, en dat is natuurlijk altijd... Ja, dat was een enorme eer natuurlijk. Ik had mijn studiootje thuis op dat moment. Ik woonde in Zaandam. En in een slaapkamertje gewoon. En ik dacht, nou, ik ga hier lekker de tijd voor nemen. En, maar eigenlijk, volgens mij had ik hem echt in 3 dagen af of zo. Omdat, ja, ik was super geïnspireerd. Gewoon alleen maar door het feit dat ik dat anthem mocht maken. Ik had altijd een vriendje op 7 volgens mij. Die luisterde dat altijd. En ik was zelf ook al een beetje met hardstyle bezig, maar toen hoorde ik die track en zei ja, het is een DEFCON anthem. Ja, ik hoorde dat en ik vond het helemaal geweldig. Het was die break, die trommels en zo, en dan komt die melodie erin. Het is eigenlijk een hele vrolijke track is het. En dat is nou precies wat hardstyle op dat moment naartoe ging. En wat je eigenlijk ook voor een anthem heel erg wil. Het is een dagfestival, het is zon. Dus je creëert een hele vrolijke sfeer. Het is echt party. En dat is wat Willem precies op het goede moment, op de goede tijd, precies op dat moment deed. Orange Heart. DEFCON 1. Je ziet met anthems best wel veel dat de producers die het op een volgende anthem maken van een feest, dat ze allemaal voortborduren op de soort van stijl die de producer, die andere producers voor het anthem hebben gekozen. En daar zich door laten inspireren. Alleen, ik had op dat moment gewoon heel duidelijk een visie van hoe ik mijn sound zag en wat voor, ja, hoe ik Headhunters wilde presenteren aan de wereld. Hij heeft ook wel weer een bepaalde trend gezet voor hoe de DEFCON anthems de jaren erna waren, eigenlijk. De scene was ook heel erg in beweging. Er was een soort van revolutie gaande in de sound van de hardstyle. En de anthems die daarvoor waren geweest, waren super gaaf. Alleen waren wel nog duidelijk een de wat oudere sound. En ik werd op dat moment gevraagd. En die sound die ik maakte begon zo hot te worden. Dus het was gewoon 1 is 2 om die nieuwe sound aan het DEFCON anthem te geven. Om dat gevoel, dat kippenvel element zeg maar in het DEFCON anthem te stoppen. Wat het tot op dat moment zeg maar voor mijn gevoel nog niet echt had gehad. Ik denk dat Scrap Attack vooral in de hardstyle scene echt een beetje een eureka moment was voor heel veel producers. Dan horen artiesten dat en dan denken ze van ja, eigenlijk zo moet het gewoon. Zo heeft het al die tijd wel gemoeten. En dan worden ze een bepaalde richting opgestuurd qua producer. En elke track daarna, dat bouwt eigenlijk voort op die milestone eigenlijk. Dus ik denk dat Scrap Attack daar een heel goed voorbeeld van is. Before they are erased, they strike back. Scrap Attack. One Blade van Blade Masters, Brandon Hart eigenlijk. Dat is voor mij heel erg een inspiratie geweest in de sound, voor de sound van de melodie bijvoorbeeld. Volgens mij, dat heb ik nog nooit verteld, volgens mij niemand.
Dat vond ik een hele vette plaat, ondanks dat het niks met Defcon te maken had. Maar ik dacht van, wauw, als ik nou de sound van die plaat pak, van die melodie en een beetje namaak en daar mijn stijl van akkoorden onder zet. Ja, en dat werkte gewoon heel goed. En voor mij had het een Defcon gevoel, ondanks dat het niet op de andere anthems leek. Voor mij is een goed Defcon anthem een plaat die, als je hem luistert, ook al zit je binnen op je kamer te huilen met warme chocolademelk en het sneeuwt buiten. Als je een Defcon anthem opzet, dan moet dat jou een zomergevoel geven. Dan moet je gelijk denken van, hey. Nou ja, ik denk dat er een stukje herkenbaarheid in moet zitten. Ik denk dat het gevoel van het festival op een bepaalde manier moet weergeven. Het gaf wel heel erg dat scrap gevoel wat Defcon natuurlijk toen de tijd was. Stem die er doordringt, weet je wel, die Defcon stem. Defcon, dat is echt, het is alsof het een sjamaan is die in het midden zit, die dat allemaal zegt. En dan iedereen eromheen zit trommels te beuken en zo, dat vind ik echt vet. We zijn allemaal primaten en wij willen ook gewoon allemaal op trommels slaan en schreeuwen, weet je wel. Dat vind ik vet als dat erin zit. Dat geeft een hele nieuwe dimensie aan een nummer. Dit voelde hij gewoon bij Defcon en doordat hij dat heeft neergezet, zijn heel veel mensen dat gaan voelen. En dat opent ook deuren voor nieuwe anthems, voor producers die dan het jaar erop moeten maken. Van hey, vrolijk werkt ook. En dan trekt dat zo'n sound, ontwikkelt zich daardoor dan een bepaalde richting in. Waar ik heel erg blij om ben, want ik hou van, vrolijk is misschien niet eens het goede woord. Het moet open. Tegenwoordig heet het euphoric, of toen de tijd werd het euphoric genoemd. Ik denk dat het toch wel de golden era of... Anthems is geweest, weet je, waarin wij toch nog wel heel erg de kans kregen om te definiëren wat een anthem nou moest zijn. Ook bij mijn anthem heb ik die track eigenlijk als referentie gebruikt van hoe het moet gaan klinken. Qua loopjes en qua break en zo, dus het is een hele, hele belangrijke track geweest. Een Defcon anthem maken is dus een van die key dingen in je carrière in de hardstyle die je wil. Je wil climax staan, climax anthem maken, je wil Defcon staan, anthem maken, afsluiten. Je exclusive hebben, weet je, van dat soort dingen. En nou ja, als je die allemaal gedaan hebt, dan is je carrière klaar. De proef op de som is gewoon dat hij de tand der tijd heeft doorstaan, want ik draai nog steeds. En dat is gewoon bizar, want we zijn 10 jaar verder. Maar de inhoud van de tekst, als je het mij vraagt, gaat het omschrijft het een soort van draak die opgemaakt is uit rommel of zo, scrap. ja, zoiets is het. Het voor mijn gevoel omschrijft het een soort van wereld van gerecyclede zooi. En dat, ja, zoiets, ik weet het eigenlijk niet eens precies.